Twee liederen van Claude Debussy waren dat, maar dan voor fluit en harp. Nuit d'étoile en Bonsoir. Nou, zei ik daarnet wel, Egbert-Jan Lauwers, dat jij niet kon zingen, maar dat weet ik helemaal niet. Nou, ik kan een beetje zingen zoals iedereen, maar ik hou het toch liever bij de fluit. Oké, okay. En met die verkeerde volgorde bedoelde ik, je hebt eerst een mooie avond en daarna heb je een sterrennacht, toch? Het lijkt wel zo, maar je had het goed. Het was eerst de sterrennacht en daarna de mooie avond. Dat verstond ik niet helemaal, dat eerste wat je zei? Eerst was de sterrennacht. Je had het goed, zei je. Ja, oké, okay, dankjewel. Ja. Dat was Egbert-Jan Lauwers. Vera, jullie noemen jezelf een opkomend duo. Hoe opkomend is opkomend? Nou, even denken. We zijn pas echt een jaar echt goed bezig. Dus dat vind ik, ja, kort. Dus denk ik opkomend. Opkomend duo. Dus we zijn sinds 2008 gestart. Met flinke, echt twee keer per week repeteren en repertoire uit. Bloed, zweet en tranen. Dat bedoel ik, ja. Ja, dus en nou ja. En toen ja, is ook een heleboel gebeurd. We hebben een masterclass gevolgd en dingen. En nou proberen we het zoveel mogelijk concerten te geven. Aan de bak. Ja. Wat zijn de plannen voor de korte termijn, Egbert-Jan? We zijn nu bezig met een serietje. We hebben al een paar concerten gehad. En we spelen volgende week nog in Alphen aan de Rijn op de 21ste. Dan hebben we nog Hellevoetsluis, Nederhorstenberg, Den Haag. Ik ben iets vergeten, denk ik. Maar dat staat op de website. Precies. En dat is www.fluitharp.nl. Ik vind het altijd zo knap dat je voor de hand liggende websites weet te vinden. Weten mensen het makkelijk te onthouden. En, dus ga er allemaal naartoe, ga eens al kijken. Al die andere fluitharpduo's die denken, waarom hebben wij dat nou niet verzonnen? Ja, wij dus wel. Ja, precies. Nou gaan jullie nog een stukje spelen van Astor Piazzolla uit L'Histoire du Tango. Ja, klopt. Ja, en ik mocht kiezen. Dus ik zei, nou doe dan maar het bordeel. Zondagochtend, ja. Zondagochtend. Oké. Okay. Dat is oorspronkelijk geloof ik ook voor bandoneon of strijkkwartet, allerhande bezettingen. Er zijn wel verschillende bezettingen van, maar dit is de originele voor fluit en harp of fluit en gitaar. Dus er wordt beide versies mogen en zijn authentiek. En wij doen vanzelfsprekend de versie voor fluit en harp. Gaan we luisteren. Bordeel 1900 uit de geschiedenis van de tango. L'Histoire du Tango van Astor Piazzolla. Hier zijn Egbert-Jan Lauwersen en Vera Kool. Thank you.
Dankjewel. Bordeel 1900 uit de L'Histoire du Tango van Astor Piazzolla. Gespeeld dus door Egbert Jan Lauwersen, fluit en Vera Koolharp. En als u meer over hen wilt weten of over de concerten die ze gaan doen, www.fluitharp.nl.